Zomermercato loopt op zijn allerlaatste benen. Vandaag nog 2 transfers gerealiseerd door Club Brugge, uitgaande wel te verstaan. Abdoulaye Diaby gaat naar Sporting. Niet mee is het, beste fans. Het is niet Anderlecht, maar het is Sporting Lissabon in Portugal. En Anthony Limbombe kiest voor een avontuur in Nantes, Frankrijk dus. Van beide spelers hebben we leuke herinneringen. Beide hebben ook prijzen gepakt voor ons en hadden daar een belangrijk aandeel in. En van Limbombe herinner ik mij vooral die 3 last-minute goals. Op verplaatsing tegen Charleroi, op verplaatsing tegen KVO en thuis tegen Zulte Waregem. Van die ongelooflijke last-minute goals. We hadden een bijnaam voor hem. We hadden het over Limbombe. Of de bom van Limbombe. Hele fijne momenten. En van Diaby, ja, zijn prestaties, zijn topprestaties, daar zat ook een terugkerend patroon in. Winnen tegen Anderlecht. Thuis, met hoge scores. En telkens 2 keer scoren voor de rust. Dat deed Diaby. Op 15 mei 2016, die bewuste kampioenenmatch, heeft hij er eigenlijk voor gezorgd dat Club Brugge comfortabel kampioen kon spelen met doelpunten in de 24e en 29e minuut. Om dan een jaar later niet voor 4-0 te helpen zorgen, maar voor 5-0 ook opnieuw met 2 doelpunten. 45 plus 1, 45 plus 2. En aan die match hebben wij als FCB support zijn ook een hele leuke herinnering. We hadden het grote geluk om van Club Brugge All Areas passes gekregen te hebben. En we waren daar als echte toeristen wat aan het rondhuppelen, als kinderen in een speelgoedwinkel met zo'n smile. En we zien Club TV een interview afnemen met Diaby. En na dat interview komt Diaby naar ons en zegt hij: "Vous voulez prendre une photo? Wil je een foto nemen?" We wilden niet al te zwaar de fanboy uithangen en zei: nee, het is goed, het is goed. En hij zegt: "Ja, ik denk dat je me verkeerd begrijpt. Willen jullie een foto van mij nemen?" En dan waren we volledig kluts kwijt, we wisten niet wat er aan de hand was. En dan verduidelijkte hij: "Jullie hebben blijkbaar wel nog een mooi toestel. Mijn vrienden staan hier buiten te wachten, wil je een groepsfoto nemen?" En dan hebben we zeker ingestemd, heeft Abdou zijn vrienden gehaald, hebben we een mooie foto genomen in de tunnel. En dat was eigenlijk het verhaal. Diaby die aan ons vroeg om een foto te nemen. Abdoulaye, Anthony, bedankt. Het gaat jullie goed.